Wat zei de training je over jouw vorm en die van Roger Federer? Ik was wel happy mee met mijn vorm. Bij hem is het altijd maar afwachten. Je ziet ook gewoon, hij is echt de baan aan het voelen. Dan gaat hij slijzen, dan gaat hij zwaar spelen. Je ziet gewoon dat hij dat zijn eerste keer is en dat hij gewoon echt aan het voelen is. Maar het blijft indrukwekkend. Je bent een ervaren speler. Is zoiets nog bijzonder dat je tegenover Roger Federer staat? Blijft altijd mooi en blijft ook gewoon weer indrukwekkend om tegenover me te staan. Als je merkt wat de ballen doet, hoe makkelijk en blijft gewoon indrukwekkend.